Wie een baan heeft, gaat er volgend jaar behoorlijk op vooruit. En ook de kinderbijslag gaat omhoog. Ron Vrezen. En dat kan allemaal omdat er nu toch voldoende steun is voor het verlagen van de belastingen. En dus komen kabinet en oppositie met de schrik vrij. En verder in het nieuws vandaag. Een website platleggen, dat kun je online bestellen. En hoe voorkom je woekerhandel in de kaartjes voor concerten? Goedenavond. Het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar in Den Haag zijn ze eruit. Wie een baan heeft, gaat er volgend jaar honderden euro's op vooruit. Het belastingplan van het kabinet krijgt ook in de Eerste Kamer een meerderheid. Want na wat toezeggingen doet ook D66 mee. En dus is de premier opgelucht. Ik ben vooral tevreden dat er nu zicht lijkt op steun aan de Eerste Kamer. En dat is niet zozeer belangrijk voor ons als Haagse politici, maar dit betekent een behoorlijke lastenverlichting voor de mensen in het land. Daarmee ook weer een verder herstel van de economie en de werkgelegenheid. Ja, de premier. Laten we even kijken hoe dat plan eruit ziet nu. Kern van het belastingplan is overeind gebleven. Het gaat nog altijd om 5 miljard lastenverlichting. Wie een baan heeft, gaat er dus gemiddeld honderden euro's per jaar op vooruit. De werkgeverslasten gaan omlaag. De toeslag voor kinderopvang gaat omhoog en ook de kinderbijslag. En het plan moet zeker 35.000 banen gaan opleveren. Er zijn wat kleine aanpassingen. Zo gaan twee verdieners er nu nog meer op vooruit dan andere werkenden. Er wordt wat extra geld vrijgemaakt voor de ouderenkorting en nog meer voor de kinderopvangtoeslag. En er komt geld vrij om huiseigenaren te laten investeren in energiebesparing. En een nieuw element, er wordt gekeken of in de toekomst gemeenten meer belasting kunnen gaan heffen. Ron, in Den Haag. Ja, Ron, het was ook wel heel erg moeilijk te verkopen geweest natuurlijk als die belastingverlaging niet was doorgegaan. Ja, zeker. Daarom zei ik het net al. Ze zijn met de schrik vrijgekomen vandaag. D66 lag dwars. Daar moest natuurlijk iets voor gevonden worden. Dat was natuurlijk namelijk niet uit te leggen geweest als ze er niet uit waren gekomen. Als bijvoorbeeld er wel in slagen om heel erg te bezuinigen. Dat gaat dan steeds vrij makkelijk hier in Den Haag. En geld teruggeven zou dan niet lukken. Dat was echt niet uit te leggen geweest. Maar wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven? Dat er bij de partijen die nodig zijn voor een meerderheid, diep van binnen toch echt het besef zat dat dit ook niet mocht mislukken. Ik zei het al, de druk op met name D66 was heel erg hoog. Maar er moest dus iets gevonden worden waardoor die partij ook vandaag kon zeggen, kijk eens, nu kunnen wij ook met een gerust hart voorstemmen. Dat is dat verhaal waar je het net vooral over had met die gemeente en die belastingen. Maar voordat het zover was, moest er wel heel veel gebeld en overlegd worden de afgelopen dagen. Het was erg ingewikkeld om in de Eerste Kamer steun te vinden, maar nu is het Wiebes gelukt. Ik heb altijd vertrouwen in gehad dat de Nederlandse politiek in staat zou zijn om de belastingen te verlagen. D66 stemde in de Tweede Kamer nog tegen zijn belastingplan, bijvoorbeeld omdat het niet groen genoeg was. De lastenverlichting dreigde daardoor niet door de Eerste Kamer te komen, maar Wiebes bleef daar op zoek naar een oplossing. Welke kunstgreep heeft u nu uiteindelijk bedacht? Ik hou al mijn kunstgrepen geheim. Het was in ieder geval genoeg om D66 vandaag tevreden te stellen. De oorspronkelijke wensen waren van D66 meer banen, zorgen dat er ook vergoeding, duurzaamheid in zit en dat er ook hervormd wordt in het belastingstelsel. En dat gebeurt nu. Ook oppositiepartij het CDA blijft het plan steunen. Het belastingplan staat nog overeind. Het belastingplan zoals het CDA dat ook in de Tweede Kamer heeft gesteund met 5 miljard lastenverlichting voor burgers. Voor de coalitie mag het gezien worden als een succes. Ik ben gewoon oprecht tevreden. 5 miljard lastenverlichting op een goede wijze, met goede punten, geen verliezers en één grote winnaar, de Nederlandse belastingbetaler. Er zit wat meer vergroening in, kinderopvang, wat meer arbeidskorting. Dat zijn goede zaken om Nederland verder te helpen. Ja, en dus dat nieuwe element rond dat gemeenten meer belasting mogen gaan heffen. Wat schieten jij en ik er eigenlijk mee op? Uiteindelijk denk ik helemaal niks. Het is toch een beetje het verhaal van of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt. De gedachte is eigenlijk, we gaan straks, als het allemaal doorgaat, de belastingen nog een keer fors verlagen met een aantal miljarden. Dat is goed voor de economie en voor de banen. En dat betalen we door geld weg te halen bij de gemeente. En we laten gemeenten dan zelf ook weer belasting heffen. Dus uiteindelijk schieten jij en ik er niks mee op, want je betaalt het of aan de een of aan de ander. Maar het zou wel goed zijn voor de economie. D66 vindt dit heel belangrijk, vindt dit echt een hervorming. Maar het is maar de vraag of het er ooit van komt, want er zal een kabinetsformatie voor nodig zijn. Er zitten veel haken en ogen aan. Dus D66, kan je zeggen, heeft het nu als trofee binnengehaald.
Maar of het straks ook in hun prijzenkast komt te staan, is nog maar de vraag. Ja, oké. Okay. Ron, dankjewel. DDoS-aanvallen. Zo vaak mogelijk via verschillende computers een internetpagina opvragen, net zo lang tot de website plat ligt. Makkelijk, goedkoop en effectief. En het is een probleem dat alleen maar groter wordt. Zeker nu je dat soort aanvallen zelfs op internet gewoon kunt bestellen. Bedrijven en ook scholen hebben er veel last van. Niets deed het meer een jaar geleden hier op school waar alles digitaal is. Docent Huub Nabbe weet het nog goed. Moeten ze dingen downloaden en dat is geblokkeerd, niks meer. Je kunt niks meer. Dus de les wordt gestopt en het is klaar. Vooral scholen zijn het doelwit omdat het vooral jongeren zijn die het doen. Na een paar zware aanvallen hebben ze hier de beveiliging verbeterd. We worden nog steeds aangevallen, maar we hebben inmiddels technische maatregelen getroffen om die aanvallen af te kunnen slaan. En om daar minder last van te hebben, want we hebben er wel wat last van, maar het is niet meer zo als vorig jaar. Deze school is niet de enige. Elke dag worden scholen aangevallen. Niet alleen door slimme leerlingen, het is ook kinderlijk eenvoudig om een aanval te bestellen op internet. Het boeken van een vakantiereis is moeilijker dan het boeken van zo'n aanval. Zegt Aiko Pras van de Universiteit Twente. Hij doet onderzoek naar DDoS-aanvallen. Veel scholen zien het als modern belletje trekken, maar dat is het niet, zegt hij. Het is niet onschuldig, omdat je ziet dat mensen die dit soort dingen op scholen gedaan hebben, ook heel snel andere dingen gaan aanvallen. Het kan meer kwaad als op een gegeven moment de ziekenhuizen niet meer bereikbaar zijn en je kunt een ambulance niet meer bellen. Dan kunnen daar mensen inderdaad aan doodgaan. Pras pleit voor meer aandacht. Daders moeten opgespoord. Aanvalsites uit de lucht. DDoS-aanvallen zijn strafbaar. En hier op school willen ze gewoon les. Ik vind het nergens op slaan. Het is hartstikke kinderachtig. Ik bedoel, wij moeten hier met het internet werken. Elke dag. En om dat dan plat te leggen, ja, dat slaat nergens op. Ja, hoe zo'n DDoS-aanval precies werkt, kunt u terugvinden op nos.nl. En dan het klimaatverdrag. Voor bedrijven, ook in Nederland, is een nieuw klimaatverdrag van groot belang. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. En daarom doen werkgeversorganisaties uit de hele wereld morgen in Parijs een oproep aan de onderhandelaars. Sluit een stevig akkoord. Nederlandse werkgevers zeggen in Parijs dat er haast gemaakt moet worden met energiebesparing. Wij zeggen, Nederland is een buitengewoon dichtbevolkt land. Als we nou eens met z'n allen ervoor zorgen dat in 2040 de hele bebouwde omgeving energie neutraal is, dus alle huizen en alle kantoren energie neutraal, dan is dat goed voor het klimaat, ook goed voor de werkgelegenheid. Maar zien de bedrijven nou de ernst van het klimaatprobleem of denken ze er ook nog geld aan te kunnen verdienen? Het is beide. Dus ze zien de ernst, maar ze zien ook als we dit op een goede manier aanpakken, kunnen we als Nederland ook een paar stappen vooruit zetten, ook economisch. En dat is ons streven. Energie neutraal, net zoveel energie opwekken als je gebruikt. In Nederland staan al kantoorgebouwen waar dat gebeurt. In Amsterdam bijvoorbeeld. Dit is die Edge op de Amsterdamse Zuidas. Volgens de bedenkers het duurzaamste kantoor ter wereld. Ja, duurzaamheid gaat natuurlijk ook over maximaal gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. Zoals de hele Zuidgevel en het dak volgelegd met zonnepanelen. Het hoofdkantoor van Deloitte zit vol slimme technologie. Het atrium zorgt voor veel daglicht op een groot deel van de werkplekken. Het gebouw slaat warmte en kou op om opnieuw te gebruiken. En dat gebeurt ook met regenwater. Philips heeft meegedacht over de verlichting. Gebouwen die gebruiken zo'n beetje 40% van alle energie in de wereld. Dat is heel belangrijk dat ook een kantoor als hier van Deloitte laat zien hoe het anders kan. Gebouwen kunnen energie neutraal worden, dus ze wekken net zoveel op aan energie als ze nodig hebben. Voor verlichting in dit gebouw is 80% bespaard. Onder andere doordat medewerkers met hun smartphone het licht kunnen bedienen. Ik druk op start, het licht wordt gescand en ik ben in een minuutje. En ik kan op 3 standen kan ik het licht bedienen. En zo is die Edge een laboratorium voor alle kantoren in Nederland. Het energiegebruik van al die bedrijfsgebouwen zorgt voor bijna 20% van de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan volgens de ontwikkelaars drastisch omlaag. We hoeven het licht niet uit te doen om de planeet te redden. Er is heel veel mogelijk qua vooruitgang, waarbij we tegelijk een aantal van de grote bedreigingen zoals klimaatveranderingen aanpakken. Een stevig klimaatakkoord in Parijs kan daarbij een handje helpen. Een mooie gedachte van Paus Franciscus vorig jaar april. Een heilig jaar als jubileum van barmhartigheid. Zou beginnen op 8 december 2015, vandaag dus. Maar dat was allemaal ver voor de aanslagen in Parijs. Inmiddels is het jubeljaar de grootste kopzorg van Italiaanse veiligheidsdiensten.
Zo verging het vanmorgen iedere bezoeker aan het heilig jaar. Terreurdreiging en recente aanslagen in Europa maakten het katholieke bezinningsjaar tot een enorm veiligheidsrisico. Weil man soll sich nicht abbringen lassen, das heilige Jahr zu eröffnen, aber die Sicherheit muss optimiert werden. Perché c'è un po' di rischio. Sempre abbiamo paura, no? Na dreigingen van een terreurdaad door IS en waarschuwingen daarvoor door de Amerikaanse FBI staat Italië op scherp. Duizenden camera's, extra agenten en soldaten zijn ingezet rond het Vaticaan en nog honderden andere gevoelige plekken in Rome. Noi tutti abbiamo il dovere di superarlo questo timore, perché altrimenti sarebbe riconoscere una vittoria a chi vuole mettere paura. Bij grote gebeurtenissen hier op het Pietersplein, bijvoorbeeld het conclave in 2013, maar ook in 2014 kon je hier achter me echt lopen over de hoofden van de mensen. Nou, dat is overduidelijk vandaag niet het geval. De angst van een terreurdaad heeft veel mensen thuis gehouden. En dus zijn er nog spannende maanden rond het Vaticaan te gaan. Het heilig jaar eindigt pas volgend jaar, in november. Het was een zoekgeraakt bonnetje dat uiteindelijk minister Opstelt en staatssecretaris Teven de kop kostte. Begin dit jaar moesten ze aftreden, wat werd genoemd vanwege de Teven-deal. De overeenkomst die Fred Teven als officier van justitie sloot met een drugscrimineel. Morgen verschijnt het rapport van een speciale onderzoekscommissie die de deal en de nasleep heeft onderzocht. In Den Haag loopt de spanning op. Fred Teven is, voor hij de politiek ingaat, officier van justitie en sluit in die tijd een deal met drugscrimineel Kees H. Omstreden, omdat het feitelijk een witwasoperatie is en niemand op de hoogte is. 15 jaar later speelt de kwestie opnieuw, als er onduidelijkheid is over het bedrag dat met het deal gemoeid is. Ja, weet u wat het is? U weet niet alles en ik wel alles. Dus misschien komt dat nog eens een keer naar boven en dan zal u het ook begrijpen. Er komt een spoeddebat met minister Opstelten. Het zou gaan om ruim 1 miljoen gulden, maar er zijn geen documenten meer. Het is een kwestie ook van vertrouwen. Toch blijft er ruis op de lijn over het bedrag en daarom wordt er opnieuw gezocht naar het bonnetje. Te vergeefs. Maar uiteindelijk lukt het Nieuwsuur wel het bonnetje te vinden met het exacte bedrag. 4,7 miljoen gulden. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden. Toch is met het vertrek van de tweede kous nog niet af. Er komt een commissie die de deal onder de loep neemt. Morgen komt hij met de conclusies en Kamerleden verwachten er veel van. Principieel vind ik het voor mij als Kamerlid. Gaat het Openbaar Ministerie nou deals sluiten met criminelen? En wie is daar allemaal van op de hoogte en voor verantwoordelijk? Het is ook de vraag hoe lang, hoe het heeft kunnen komen dat die informatie zo lang onder de pet is blijven liggen. Bij het ministerie, bij het Openbaar Ministerie. En waarom die deal überhaupt is gesloten, dat is ook een grote vraag. Of de conclusies van de commissie tot politieke problemen gaan leiden voor mensen is bij zo'n rapport nooit uitgesloten. Want de commissie is tot in detail nagegaan wie wat op welk moment wist. De presentatie van het rapport van die commissie Oosting is morgenmiddag rechtstreeks te volgen bij de NOS, 2:30 NPO 1. 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat eist het OM in hoger beroep tegen Tariq Z, de man die met een nepwapen zendtijd eiste bij de NOS. De rechtbank veroordeelde Z eerder tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, voor gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Die straf vond het Openbaar Ministerie te laag. Bovendien willen ze ook dat Tariq Z psychiatrisch behandeld wordt. Het hele Binnenhof gaat definitief voor 5 jaar op slot. De regeringspartij PvdA is nu ook akkoord met het kabinetsplan om het parlement voor jaren te verplaatsen naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. De verbouwing duurt 5,5 jaar en moet 475 miljoen gaan kosten. Er is geen verband gevonden tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker en langdurige vermoeidheidsklachten. Dat zegt bijwerkingscentrum Lareb. Het centrum zegt ook dat klachten als gevolg van inenting niet kunnen worden uitgesloten en wil daarom meer onderzoek. Veel toeristen mijden Parijs, zegt luchtvaartmaatschappij Air France KLM. Vooral Japanners en Amerikanen boeken liever een andere bestemming. Vooral in de eerste dagen na de aanslagen was er een forse daling van de boekingen. Air France KLM schat het verlies als gevolg van de aanslagen op zo'n 50 miljoen euro. Ze verwachten dat er nog zeker 3 tot 6 maanden last van te hebben. Er zijn te weinig plaatsen om alle kwetsbare vluchtelingen op te nemen. Mensen met medische of andere problemen die extra bescherming nodig hebben. Dat zegt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Wereldwijd wachten zo'n 1,2 miljoen mensen die extra hulp nodig hebben, op nieuwe huisvesting.
Nederland vangt ieder jaar zo'n 500 van die mensen op. Maar ook dat is te weinig, zeggen ze bij de UNHCR. Er zijn ontzettend veel mensen kwetsbaar die eigenlijk uitgenodigd zou moeten worden. En helaas, in de praktijk zijn er gewoon niet genoeg plekken. Er zijn wereldwijd ongeveer 30 landen die meedoen aan zo'n programma, waaronder dus de Nederlandse overheid. Eigenlijk heeft het tot gevolg dat de mensen of heel erg lang moeten wachten of niet willen wachten en uiteindelijk besluiten om dan maar zelf bijvoorbeeld de oversteek te wagen naar Europa. Ieder jaar worden door de Nederlandse overheid 500 mensen uitgenodigd en wij pleiten ervoor dat dit veel meer zou moeten zijn. Vandaag kwam een groep van 50 van die vluchtelingen aan op Schiphol, opgewacht door enkele familieleden hier. Onder de vluchtelingen ook het gezin van Dia en Zainab. Ik zeg maar alleen, hier ben je niet in Hollanda, Sander van Hoorn ontmoette het gezin voordat ze vertrokken uit het vluchtelingenkamp in Libanon. Dat Dia met zijn vrouw en zijn drie kinderen op de officiële manier naar Nederland mogen, hoorden ze een half jaar geleden van de VN. In Libanon hebben ze in dat halve jaar al wat lessen gehad. In de tussentijd zijn veel lotgenoten met de boot naar Griekenland vertrokken. Zij hebben dat risico dus niet hoeven te nemen. Nederland ziet graag dat niemand de boot meeneemt. Maar de omstandigheden in de Libanese vluchtelingenkampen zijn zwaar. Maar nu worden de koffers definitief gepakt. Dia en zijn gezin hebben dus het geluk dat zij volgens de VN een schrijnend geval zijn. Geluk, maar dus wel met een enorme zwarte rand. En zelf werd Dia tot twee keer toe gemarteld in een Syrische gevangenis. Die heb je wel nodig in Nederland. Het is middernacht op het vliegveld in Beirut. De opluchting is bijna voelbaar. Ja, tot nu toe was het in de Amerikaanse politiek onbestaanbaar. Pijlen richten op de moslims. Donald Trump, presidentskandidaat voor de Republikeinen, doet het wel. Sterker nog, hij bepleit een compleet verbod voor moslims om het land nog binnen te komen. Amerikaanse politici noemen zijn oproep bizar, gevaarlijk en zelfs fascistisch. Door de schietpartij in San Bernardino is Donald Trump er nu des te meer van overtuigd. There is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. En daarom wil hij de grenzen sluiten voor alle moslims, zowel voor toeristen als voor immigranten. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. You have no choice. I don't exactly agree with that. America was not founded on that kind of a principle. America is a land for everyone. It's a melting pot. I think it's a good idea with everything that's going on in the world right now. I mean, it sounds harsh, but reality is reality.
Politici hebben felle kritiek. Ze vinden dat Trump nog meer verdeeldheid zaait. Zo schrijft Hillary Clinton op Twitter: Trump, je snapt het niet. Dit maakt ons minder veilig. Maar ook andere republikeinse presidentskandidaten en zelfs de machtige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden keren zich van Trump af. This is not what this party stands for. And more importantly, it's not what this country stands for. Toen hij op het politieke toneel verscheen, werd Donald Trump een clown genoemd, een entertainer. Maar inmiddels neemt iedereen hem bloedserieus. Wordt hij van links tot rechts beschuldigd van fascisme, nu ook van racisme. Maar dan is hij wel een racist die het in de republikeinse peilingen onveranderd goed blijft doen. Kaartjes voor Adele. Vrijdag en gisteren gingen ze in de officiële verkoop. En vandaag werden ze alweer aangeboden voor het 5, soms wel 10-voudige van de prijs. Tot grote frustraties van de fans die in eerste instantie achter het net visten. En de grote vraag is, kun je wat doen aan die woekerhandel? Hello. It's me. Adele, je moet ervan houden. En dat doen blijkbaar velen, want ook haar twee extra concerten in Amsterdam zijn razendsnel uitverkocht. Een deel van die kaartjes staat bijna net zo snel alweer te kopen op andere sites, soms voor woekerprijzen. Voor bepaalde mensen kan zoiets een oplossing zijn. Op het moment dat je echt koste wat kost letterlijk bij Adele wil zijn en je wil daar €700 voor betalen, dan kan dat natuurlijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de meeste mensen gewoon de pest in hebben als daar gewoon nog kaarten zijn die voor, gewoon puur voor het geld op die marktplaatsen terechtkomen. Het zijn slimme particulieren, maar vooral ook bedrijfjes die achter de prijsopdrijving zouden zitten. Begin volgend jaar probeert de Eerste Kamer er iets aan te doen. Wij hebben een wetsvoorstel gemaakt waarin we zeggen, je mag een kaartje wel doorverkopen, maar voor maximaal 20% bovenop de originele verkoopprijs. Ga je daarboven, dan kan de koper van het kaartje dat geld terugvorderen. Opmerkelijk trouwens, Ticketmaster, het bedrijf dat de Adele-kaartjes verkoopt, is gelieerd aan Seatwave. En dat is de populaire handelssite waar nu zoveel van die dure Adele-kaartjes worden aangeboden. Waar mensen zich natuurlijk ook druk over maken is de vraag van, als die directe lijn tussen Ticketmaster en Seatwave is, wie vertelt ons dan dat ze niet gewoon rechtstreeks een pak kaarten daar op tafel leggen? Ticketmaster en Seatwave spreken die vermoedens met klem tegen. Het is gewoon marktwerking. Hello. Can you hear me? Een emotioneel moment voor de leden van de band Eagles of Death Metal. Voor het eerst sinds de aanslagen op 13 november in Parijs keerden ze terug op de plek waar de nachtmerrie begon, Theater Bataclan. 3 weken geleden werden tijdens hun concert 90 mensen vermoord, onder wie ook een van de crewleden. Gisteravond stonden ze voor het eerst sinds die bewuste avond weer op het podium. Iets verderop in Parijs, samen met U2. Nothing left except to introduce you to some people whose lives will forever be a part of the city of Paris. These are our brothers, our fellow troubadours. They were robbed of their stage 3 weeks ago, and we would like to offer them ours tonight. Would you welcome the Eagles of Death Metal? I think, as Bruno says, it's very good therapy. It was very, heart-beating. Ja, Parijs was dat. Het weer, Gerrit, bij ons. Dit ziet eruit alsof er mooi weer aankomt, of niet? Ja, dit was vanochtend. Er kwam ook mooi weer aan. Het was vandaag een voorjaarsachtige dag. Veel mensen die hebben die kwalificatie eraan gegeven. En dat klopt ook wel, want ja, de zon die scheen wat. Temperaturen die waren ook hoog, bijzonder hoog. 12, 13 graden werd het. En met zo'n mooie zonsopkomst, die overigens in heel grote delen van het land heel mooi was, gezien alle foto's die ik heb binnengekregen. Dit was in Friesland, Pinjum, dat ligt tussen Harlingen en Bolsward in. En in de loop van de dag kwam er steeds meer bewolking binnen vanuit het westen. En dit is dan in Doetinchem rond 1:00 of 3:00 in de middag. Toen regende het al, toen begon het al te regenen in het westen van het land. En dat hing samen met een front wat passeerde. Een koufront, dat zien we hier overtrekken. Het is wat koelere lucht die erachter zit. Dat zien we ook aan die vlekjes die hier zitten. Maar de meeste activiteit die zit ver ten noorden van ons, bij IJsland in de buurt.
Daar heeft het een zware storm gestaan. Maar hoe verder naar het zuiden toe, ja, hoe minder er van overblijft van de activiteit van het front. En als we eventjes verder kijken in de tijd, dan zien we ook dat dat front vrij snel ons land alweer verlaat. Er blijft nog wat over in Midden-Europa. En dan komt er alweer een hoge drukgebied in de buurt. En dat zorgt morgen voor mooi weer. Dus morgen opnieuw een mooie dag. Wel ietsjes lagere temperaturen als gevolg van die iets koelere lucht waar we dan in terechtkomen. Nou, op dit moment regent het dus nog in vooral het oosten van het land. De radar die laat dat goed zien. Hier zien we het al wegtrekken. En ik denk dat het in de loop van de avond al op de meeste plaatsen droog wordt. Vanaf een uur of 10, 11 denk ik is het land al uit. Er zitten nog wat druppeltjes achter, dus het kan zijn dat het daarna nog eventjes nat wordt. Maar uiteindelijk zal het gaan opklaren en dan krijgen we een tamelijk heldere nacht. Misschien is het nog wat regen in het oosten, maar dat trekt snel weg. 5 graden wordt het daar, een graad of 8 dicht bij zee. En in het binnenland ook de laagste windsnelheid. En vandaar ook morgenochtend misschien wat mistbanken daar. Overdag mooi weer met prachtige zonneschijn. Droog blijft het ook. Temperaturen zo'n 8 graden in het binnenland tot 10 graden in het noordwesten. Windkracht 5 aan de kust, misschien dat het nog net windkracht 6 zal worden. Daarna blijft het ook mooi, want donderdag is ook een mooie dag. Graad of 7, iets lagere temperaturen. Vrijdag kunnen er dan buien voorkomen. En ook voor het weekend ziet het er vrij goed uit. En de temperaturen 7, 8 graden, dat is heel normaal winterweer. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Het belastingplan van het kabinet gaat toch door. Wie een baan heeft, gaat er honderden euro's per jaar op vooruit. Ook de kinderbijslag gaat omhoog. Gered door D66, dat plan. ChristenUnie haakt af. Allebei zijn ze vanavond te gast in Nieuwsuur. 10 uur, NPO 2. Goedenavond.